Ik zit nu toch te denken dat je Gen Z vooral een beetje moet opvoeden. Ik bedoel, er zijn oudere generaties die dan al heel lang op datzelfde kantoor werken. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd dat als je met z'n allen op kantoor bent, als je meetings hebt, dat je daar wat aan hebt. Want na een meeting komt er opeens een gedachte binnen die je in de wandelgangen bespreekt, maar die wel heel waardevol is. En wat nou als Gen Z alleen maar thuis wil werken, dan werkt dat toch helemaal niet? Nee, die moeten echt gewoon naar kantoor komen. We moeten juist meebewegen met Gen Z. De arbeidsmarkt is echt super krap. Om genoeg mensen te vinden is al bijna niet te doen. De jongste groep aan talent op de arbeidsmarkt, die hebben hun eigen prioriteiten, wat belangrijk is voor hun op het leven, maar ook op de werkvloer. Als je dat negeert als werkgever, loop je grote risico's, want dan gaan zij zich minder snel thuis voelen in jouw organisatie en dan heb je zelf een probleem.